Vanavond in Ga eens naar bed met een cabaretier, de winnaars van de VCD Cabaretprijs, André Manuel en Mark-Marie Huibrechts. Acteur Joep onder de Linden met zijn eerste avondvullende soloprogramma Joep. En een... Zo'n raar mens, een beetje truttig met een... Ik had een jurk van mijn moeder aan meestal en een ukulele, wat natuurlijk ook een beetje gek is. Dat podium oplopen en kennelijk was het de tijd. Ja, ik heb heus wel talent, maar ik had ook wel net even de tijd mee, zou ik maar zeggen. Ik weet nog wel dat ik in de Schouwburg van Apeldoorn moest spelen. En daar, de directeur had het nog niet helemaal in de gaten. De meester had het wel in de gaten, dat ik hypte. Dus ik stond in de kleine zaal, er stonden gewoon een paar honderd man buiten. Ik zeg, meneer Stans, want dat was meneer Stans. Meneer Stans, sorry dat ik zeg, maar u had mij eigenlijk in de grote zaal. Toen zei hij, nee, klein meisje, kleine ukulele, kleine zaal. Dat het een soort een overlevingsmechanisme is. Ik bedoel, je bent al een onzeker opdondertje, je merkt het op school al, weet je. En dan, ja, een beetje zelfspot en een beetje humor en mensen aan het lachen maken. En dat werkt. En je merkt ook hoe stommer je doet, hoe harder ze moeten lachen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk je eerste wapen dan. Ik geloof, in het begin heb ik nog wel eens een nummer gezongen waar al het wereldleed in zat. Omdat ik dacht, zo, dan heb ik dat ook gehad. Dus dat probleem ook ondervangen, dat ik nergens over zou gaan. En konden we tenminste gewoon weer verder met lachen. Nee, het is ook niet mijn missie om de wereld te vertellen hoe het moet. Mijn missie is om mensen aan het lachen te maken en het liefst ook af en toe nog te ontroeren. Vind ik mooi. Ik vind het ook heel leuk om gewoon een mooi liedje te spelen, te zingen. En gewoon een goede conferentie te doen zonder eus en aas en gewoon een verhaal te vertellen. Moet iemand anders daar ook jou een zet voor geven om dat te doen? Bert doet het heel vaak. Bert Klunder, die zegt, mens, je bent een diva, laat het ook zien, weet je. Je kan allerlei dingen die je maar niet laat zien. Waar wacht je nog op? Doe het eens. Wat is een diva? Ja, een diva is iemand die zonder pardon op het podium staat. Die zonder excuses op het podium staat. Die er is, dit ben ik en dit is in orde, dit is helemaal goed. Jullie mogen blij zijn dat ik er ben en ik zal eens eventjes iets moois voor jullie zingen. Weet je? Of iets... Passie, weet je. De een heeft een passie voor koken, de ander heeft een passie voor de liefde of bedrijven, weet ik veel. En dit is echt een passie is iets wat je niet los kan laten. Dat je denkt, oh, wacht even, nou, snap ik het. En je rent de volgende dag weer het toneel en je probeert het uit, weet je. En, je maakt elke voorstelling is de ultieme voorstelling. Nu gaan we de voorstelling maken waarna we nooit meer een andere voorstelling hoeven maken. Want dat is de topvoorstelling. Beter kan ik niet. Beter kan het niet. Dat is misschien wat je drijfveer is. En dan sta je op het toneel en heb je het gemaakt. En dan na 20 eruit denk je, oh, wacht even. En dan denk je, kut, het is hem weer niet. Het is wel, je hebt er wel grote lol in, maar dan denk je, oh, maar wacht even. Nou wil ik volgende keer, gaan we echt zo en zo en zo. En dan ga je dat doen. En dan ben je weer niet klaar. Dan moet je weer, je wordt er steeds beter in. Het is heel, heel interessant. In de Haarlemse Lichtfabriek speelt Brigitte Kaandorp met eindexamenleerlingen van de Kleinkunstacademie en Bert Klunder al 4 maanden voor een uitverkocht huis voor een publiek afkomstig uit heel Nederland. Meestal ga je in je eentje of met een band, hoe dan ook, met een solo door het land, wat ook heel erg leuk is, naar de mensen toe, naar Winschoten en Geleen, zou ik maar zeggen. En soms is het leuk om op één plek te blijven, en het liefst in je eigen stad. Het is voor het eerst dat ik in mijn eigen stad sta en daar langer dan 3 voorstellingen, zou ik maar zeggen. Maar gewoon echt een half jaar, 3 avonden per week, kan ik op de fiets naar mijn werk. Maar het zit elke avond vol. Mensen komen uit inderdaad Geleen en Winschoten komen ze hier naartoe. Hier is mevrouw Klarenbeek. Ik wist niet dat het zo erg was, dames en heren. Dit kan even gaan duren. Mevrouw Klarenbeek, de uitreiking is hier. In verband met de toespraak. Ben je nooit bang dat het ophoudt? Ja, als je daar bang voor moet gaan zitten zijn, dan kan je het meteen wel ophouden. Want dan ben je overal bang voor, snap je? En als het ophoudt, houdt het op. Dan is het kennelijk niet leuk meer. En dan kan ik me nu niet druk om maken, snap je? Dan word je gek, zeg. Kijk, bij het eerste programma zit iedereen in de zaal. Niemand kent je, wat ook wel weer leuk is. Ik bedoel, dan zat je opeens in zo'n zwart geschilderde jongerenboerderij. Toen had je nog punk, weet je. Zaten al die punkers aan. Dat allemaal zo. En dan, ja, dan is het... Niemand heeft enig respect voor wie er dat podium op komt lopen. Natuurlijk niet. Niemand weet wie je bent. Ja, het is toch leuk om die hele zooi gewoon binnen 10 minuten
Je zit toch allemaal zo te kijken, weet je. En dan heb je ze ingepakt en een kwartier later hangen ze aan je lippen en liggen ze slap van het lachen. Dat is toch leuk. Dat soort veroveringen kan je nooit meer doen. Want een programma later zit iedereen, nou, die kennen wij, die is leuk. We hebben gehoord dat die leuk, en vorig jaar was het ook leuk. Nou, laat ons lachen, weet je. En dan kan je niks, valt niks meer te veroveren, het valt alleen maar te bewijzen. En dat is eigenlijk lastiger dan lekker veroveren. Ze worden altijd genoemd als specifiek handelsmerk zijn flaporen. En dat is volgens hem ook de reden waarom hij nog nooit de rol der rollen heeft mogen spelen. Hamlet. Hij is het type niet, krijgt hij Stefans te horen op audities. Ach, dacht hij, als ik nu gewoon een solovoorstelling maak, kan ik meteen mooi laten zien dat er toch een Hamlet in mij schuilt. En zo geschieden. Dit en vele andere verhalen maken Joep de eerste cabaretvoorstelling van acteur Joep onder de linnen. Je bent het type niet, zeiden ze. En je moet geen dingen doen waar je type niet voor bent. Ik zei, oh. Nee, het is niet slecht wat je doet. Het is best goed, maar het is veel te eigen. Het is te specifiek. Het is eigenlijk gewoon te veel wat je doet. Ik zeg, dat vind ik echt. Dat vind ik echt gewoon, stom. Dat vind ik echt belachelijk en jullie hebben helemaal niets van mij gezien. Ik bedoel, jullie hebben eigenlijk alleen nog maar mijn hoofd gezien. En dan zeggen jullie al dat ik ergens het type wel of niet voor ben. Volgens mij gaat er iets mis, maar... Oh nee, daar zijn ze weer. Nee, dus ik bedoel, ik kon hoog of laag springen, maar ik was... Het type niet. Waarom is het er nu pas van gekomen? Het zal met een soort angst te maken hebben dat je het... kijk je weer uit. Nou ja, dit is het natuurlijk... als je in een toneelvoorstelling zit... dan heb je altijd nog een soort van mens om je heen. Een schrijver om je heen. En deze keer gaat het over mij en ik sta er alleen. En de teksten zijn van mij. En ja, dat is angstig wat mensen daarvan zullen vinden. Dus misschien dat ik het daardoor wel uitgesteld heb een tijdje. Bij mij is het zo dat ik heel vaak in een hoekje geplaatst word. Als ik dan weer een tijdje iets met jeugd doe, ben ik ineens weer een jeugdacteur. En dan doe ik weer een musical, ben ik weer een musicalster. En elke keer willen mensen mij ergens plaatsen. Maar ik bewandel alle disciplines tot nu toe. En op een gegeven moment werd het wel door Zaai natuurlijk ook heel erg in de jeugdhoek geplaatst. En dacht ik, ja, nu stop ik ermee. En nu ga ik gewoon die solo doen. Maar ik merk wel dat het een soort kick opgeeft die ik nog niet heb gevoeld. Zoals gisteravond bij die première, daar sta je zo'n volle bak voor 550 man. En ja, dan denk ik, ja, dit is toch wel een lekker gevoel. En ze komen allemaal voor jou. Ze komen allemaal voor mij, ja. Ja, het gaat helemaal nergens over, weet ik ook wel. Maar ik heb soms het idee dat er 1 à 2 kilo te veel aan Joep is. En dat zit hier, nou, dit. Nou, ik zal het gelijk maar helemaal laten zien. Het wordt een heel open en persoonlijk programma. Kijk, hier gaat het om. Dit zat er vroeger niet. Nieuw. Ja, ik kan er echt niet meer om lachen, hoor, maar... Dus ik weet wat ik moet doen. Ik moet of lijnen of sporten. Maar ja, lijnen vind ik helemaal niks. Hè, want ik vind het gewoon allemaal veel te lekker. Al die pasta carbonara en bagel zalm met cream cheese. En patatjolo. Patatjolo. Hallo Haarlem. Hier is Hamlap, koning van Denemarken. Dus ik moet sporten. En dat doe ik ook best wel, maar gewoon niet zo heel erg vaak. Weet je, ik hou er gewoon niet zo van. Maar dan ga ik bijvoorbeeld een maand, dan denk ik, kom op Joep, ga eens even lekker een maand aan je tempo werken. En dan, dat doe ik dan ook, hè. En dan doe ik echt al die lessen mee, zo heel erg fanatiek. En ook die allemaal. En dan na een maand denk ik, nou, dat ziet er weer heel patent uit. En dan ga ik vervolgens 5 maanden weer niet, waardoor die hele tempel weer in één keer... Krijg je ook dit. Herkent u iets, mevrouw? Nou is Hamlet een beetje de rode draad in de solovoorstelling. Wat fascineert je zo aan Hamlet? Nou, ik hou erg van de taal in ieder geval. En het feit dat... Kijk, als je op toneelschool zit, wordt dat een soort van... Ja, is dat het hoogste van het hoogste?
En ik denk omdat het zo'n tragische figuur is. En ja, is het de rol der rollen? Nou, omdat je het als acteur in je eentje moet klaren, denk ik. Ook in het stuk zelf is het de denker, de intellectueel die niet begrepen wordt. En ja, de enige met wie die ruggespraak heeft is een geest. Dan kan je ook vragen, ja, wat is dan die geest? En zijn beste vriend Horatio. Laten we het verhaal van Hamlet eens plakken op ons koningshuis. Dan wordt die jonge kroonprins natuurlijk gespeeld door onze jonge kroonprins. Willem-Alexander. Nou jongens, als dit al moeilijk wordt, dan krijgen jullie een zware avond hoor. Goed, maar zijn vader, de oude koning Klaus, is dan al ongeveer een maand dood. Nou, dat is wel voor te stellen. En zijn moeder, Beatrix, is dan alweer hertrouwd met de oom van Willem-Alexander, Pieter van Vollenhoven. En dat wordt dan de nieuwe koning. Oké, het wordt wat moeilijker. Maar goed, Klaus komt terug. Als spook. Beetje een beetje traag spook ook. Hij had er ook heel veel moeite mee om die hele zware grafsteen opzij te duwen. Oeh. Hij had nog niet in de gaten dat je daar als spook gewoon hap doorheen kon. Maar goed, Klaus komt terug. En die ziet zijn zoon staan en die zegt... Alex, luister. Ik ben geen natuurlijke dood erstorben geworden geweest. Nein, ik ben ermordet geworden geweest. Door die Pieter van Vollenhoven. Wat, zegt Willem-Alexander, die vuile, lachende, pianospelende schurk. Ik zal hem... Alex, ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Weil ich... Weil ich zu schlafen lag, in die koninklijke tuin, heeft die Pieter etwas bilsenkruid in mijn koninklijke oor ertröppelt geworden gewesen. Und ich war gleich tot. Willem-Alexander is geschokt. En terecht. En je verwacht dat hij op zijn paard springt en tetre, 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 tetre. Ik moet me wreken op dit brute gedrag van papa Klaus. Maar dat doet hij niet. Pats. Dat is mijn paard, hè? Hij twijfelt. Hij wikt en hij weegt. En heeft het daar niet over met Maxima. Wat Maxima natuurlijk helemaal gek maakt. Nee, Willem-Alexander gaat naar de slaapkamer van zijn moeder Beatrix... om haar te melden dat hij van haar baalt en dat ze met de moordenaar is getrouwd. En ondertussen zit in diezelfde slaapkamer achter een gordijntje de vader van Maxima te luistervinken om te horen of Willem-Alexander wel echt van zijn dochter houdt. En Willem-Alexander zegt tegen zijn moeder: mama, wat ben je nou toch zwak? Binnen een maand. Schaamte, waar is uw blos? Nog voor het schoeisel is versleten waarmee u achter papa's kist aanliep. Nog voor het zout is opgedroogd uit die stukgevreven ogen bent u alweer getrouwd. Mijn God, zeg, een hond zou langer treuren. Getrouwd met mijn oom. De broer van mijn vader, maar minder op hem lijkt dan ik op Hercules. Heeft u geen ogen? Hoe kunt u nu papa, die vrijgevochten stropdas, verlaten om katrement te gaan spelen op een valse piano? Liefde kan het niet zijn, want op uw leeftijd is het kokend bloed reeds getemd en luistert het naar het verstand. En u heeft hersens, anders kon u niet bewegen, maar kennelijk zijn deze hersens verlamd. Welke duivel heeft u zo beetgepakt, u zo geblinddoekt? Want hoe valt anders deze keuze te verklaren? Zwakheid, uw naam is vrouw. En Beatrix zegt, maar Alexander, wat heb ik gedaan dat je je tong zo ruw tegen mij tekeer laat gaan? Je woorden steken als dolken in mijn oren en je klieft mijn hart in twee. Nou, werp die vuile helft om weg. Leef des te zuiverder met de rest, maar ga niet weer slapen met mijn oom. Niet weer in dat vieze, stinkende, zwetende, incestueuze bed. Niet weer! En ondertussen zit achter dat gordijntje die vader van Maxima en die denkt... Ik kan niet begrijpen. Is moeilijk taal, is moeilijk taal. En die denkt, nou, volgens mij wil Willem-Alexander Beatrix vermoorden. Hele rare gedachte, zal wel met zijn eigen slechte geweten te maken hebben... Maar goed, hij begint te schreeuwen. Zegt, Abadre Dios, Abadre, El Morte, El Morte, El Morte. Dom natuurlijk. Want daardoor denkt Willem-Alexander, wat is dat? Een rat.
Trouwens ook een hele rare gedachte. Een rat die Elmoord roept. Maar goed, hij pakt zijn degen en wil hem door het gordijn hem doodsteken... omdat hij denkt dat het Pieter van Vollenhoven is. Hé, shit! Is het de vader van Maxima? Jij zingt zelf ook liedjes in de voorstelling. Die waren nog niet opgenomen. Nee. Jij mocht iets kiezen en je koos Waar is de zon van Mark-Marie Huijbrechts. Ja. Waarom? Omdat ik ten eerste een hele mooie tekst vind van Koot van Doesburg. En niet zijn nadelen van Willeke. Jammer dat ze 4 punten haalden. Maar ik heb het van Mark-Marie gezien en toen was ik zwaar ontroerd. En dat vond ik van groot vakmanschap getuigen, de manier waarop hij met die tekst omging. In het Luxor Theater in Rotterdam werd voor de eerste keer de VSCD Cabaretprijs uitgereikt door de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties. Heel Cabaret Nederland was aanwezig op deze feestelijke avond. En de jury is dan ook unaniem van mening dat de eerste VSCD Cabaretprijs 2003 toekomt aan het programma M.M. Huijbrechts van Mark-Marie Huijbrechts. Maar M.M. Huijbrechts zelf was niet aanwezig tijdens de uitreiking. Zeg maar, kan je wat zeggen? Ik kan niet zoveel zeggen. Ik had nooit verwacht. Ik dacht dat ik naar toe ga. Dat is heel zielig. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik sta echt van niet in. Je bent een groot kanje. En je hebt gewonnen. Voor de jury is de onbetwiste winnaar van de tweede VCD-bekroning... André Manuel met het programma Sleep. Deze cabaretier is een van de zeer weinigen die het jaar van en na Pim theatraal vorm heeft weten te geven. Hij speelt geen type, probeert niet te behagen, maar doet datgene wat puur cabaret op zijn best kan doen. Hij verontrust. Zou iemand mij even willen bellen? Nou, bedankt. Wat is voor jou de essentie van cabaret? Nou, dat is niet dit, in ieder geval. Dit als in... Nee, alles hieromheen en zo. De essentie van theater is wel het moment dat je er staat. En, het licht gaat uit en het licht gaat weer aan. En anderhalf uur later is het afgelopen. Dat is ook de essentie. Het moment zelf. Wat doe jij dan op het theater, op het toneel? Ik probeer zo goed mogelijk te vertellen wat mij dan... in ieder geval op die dag zo al bezighoudt. En dan wel in een context van een programma die ik bedacht heb. Maar het gaat toch altijd ook wel om het moment zelf. De energie die ik heb, of het idee dat ik heb. Of de agressie die ik voel. Heb je de afgelopen jaren gemerkt dat het publiek veranderd is? Nou, er zijn er voornamelijk veel meer gekomen. Het is veel populairder gewoon. Ik denk ook dat ik daardoor meer of meer af en toe zelf ook in de problemen ben geraakt. Omdat in één keer grote groepen mensen... Nou, overdrijving een klein beetje. Een groep mensen ook in één keer bij mij kwam zitten... zonder dat ze het idee hebben van wat voor theater dat ik maak. Stoort je dat? Nee, want uiteindelijk is dat ook alweer heel erg leuk... omdat je dan namelijk de confrontatie aangaat met mensen... die helemaal niet voorbereid zijn op mij. Dat maakt het ook alweer leuk. Ik krijg er ontzettend veel energie van. Wat is fatsoenlijk? Is het fatsoenlijk om in de tram op te staan voor een oud vrouwtje? Ja, nee. Lijkt me wel, maar hoe oud moeten ze zijn? Ik zit te denken aan een getal. 65. Hoeveel? 65. 65. En? 95. 95. Student waarschijnlijk. Laie zak. Nou, 65, 95, wat is dan het gemiddelde? Hup. Nou, iets. Iets. 80. 80 lijkt mij een aardige grens, hè? 80, als ze 80 zijn, staan wij er voorop, toch? En bij allemaal zoiets van, ja, 80 staan wij er voorop. Maar hoe weet je of ze 80 zijn?
Daar is tegenwoordig niet altijd meer goed te zien. Ik pleit dan ook voor gele bordjes op hun jas. He? Met daarop in duidelijke cijfers de leeftijd, hoor. Komt zo'n oud vrouwtje de tram binnen, maar staat daar 81. Ga lekker zitten, meid, wanneer het begraven is. Fatsoenlijk. Ik vind af en toe wel, het is af en toe heel erg prettig om mensen aan je zij te krijgen, maar het is niet de essentie. We hebben een vraag naar de essentie. Dan mag het mag ook op en neer gaan in een golfbeweging. De ene keer dikke ruzie en dan halverwege bij het publiek toch het idee van, oh, hij deugt eigenlijk toch wel. Ja, en dan na drie kwart voorstelling toch weer het idee van, nou, deze man moet gewoon meteen opgesloten worden. En aan het eind van de voorstelling, als ze me dan na afloop aan de bar toch nog een biertje aanbieden, dan ben ik al heel gelukkig. Ja, maar het is wel link, hè, op dit moment, commentaar op de Oranjes. Ik merk het, de sfeer in heel Nederland, in de zaal, is toch een beetje veranderd. Ja, want het kan best wel zijn dat we hier op dit moment ergens in het theater, dat we worden afgeluisterd. Dat hier ergens een microfoontje zit verstopt. Zou Christus dan ook gedacht hebben, hey, zijn dit nou spijkers of micro's? Help, help, save me. Goed, maar de nieuwe Misjogas, mensen. De nieuwe Misjogas, die is naar dat Zeeuwse meisje gaan lopen. Gelopen, hij is naast haar bed gaan staan met een megafoon. En hij riep, ontwaak, Nederland, ontwaak. Gebeurt niks. Toen sloeg hij haar 5 keer met die megafoon op haar kop. Ze doet de ogen open en ze is wakker. Ze heeft geloof ik nog een dag geleefd voor ze aan haar hoofdwond overleed. Maar het tweede wonder was toch eventjes geschied, mensen. Ze hebben hem gezien. De nieuwe Misjogas. Hij trok over de Grebbeberg. In een gouden zon. Met een blik in harmonieorkest. In een grote regenton. Ja, trok over de... Een man is een ezel, mensen. Een ezel genaamd Daimler. Huh? Niet nogmaals de armoe van het christendom begaan over de luxe uitvoering. Een ezel genaamd Daimler met vloerverwarming. Huh? Elektronisch verstelbare buitenspiegels. GPS, uitgebreide verbanddoos. Huh? Had Jezus goed kunnen gebruiken. GPS, well, waar hang ik nou dan weer uit? Waar hang ik nou dan weer uit? En op de hoedenplank de beide schriftgeleerden, Kenneth en Carla. En op de bok de butler. Oei, je hebt een butler nodig als Messias. Ja, had Jezus maar een butler gehad. Hè? Hadden we Joden niet hoeven te vervolgen. Nee, had de butler het gedaan. Maar je hebt gewoon een butler nodig. Een nieuwe Messias zonder butler is hetzelfde als een homo zonder anus. Ja, ja, ja. Hoe voor de seks is nog lief te verzinnen. Maar ja, het moet ook gescheten worden. Oei, je hebt gewoon een butler nodig. Iemand moet zich bezighouden met het uittikken van de openbaring. Hè, met de verkoop van de merchandise. Met de verkoop van de cd, met de lp, wel, met de stukjes uit de lijkwaarde. Met de verkoop van de nieuwe Misjogas Action Man die alleen maar achterover valt. Is toch een baantje voor de butler. Hè, de nieuwe Misjogas moet niet dezelfde fouten maken als de oude. Dus niet nogmaals een ongewassen hetero in een jurk met het woord. Maar een frisse, kale homo in een maatpak met het beeld. Want het beeld is de boodschap. Read my lips. Het beeld is de boodschap. Een frisse kale homo op een ezel genaamd Daimler trok over de Grebbeberg. Zegt men. Anderen beweren dat hij boven Rotterdam werd gedropt. Dat hij aan een parachute hing. Met een helm op. Hij geleek een engel. Prevelende mensen. Onze gebeden zijn verhoord. En dan niet zomaar een engel van alleen maar de deugd. Nee, dit was een hele geile engel. Rengen van de zonde. En alle mensen applaudisseren naar het licht dat op hen schijnt. En ze volgen de Misjogas, de nieuwe Misjogas, naar de verlossing. Gaybar de verlossing. Hartje Rotterdam. Goed, maar die beide schriftgeleerden, Kenneth en Carla, dat zijn de hondjes, hè? Het zijn de hondjes van de nieuwe Misjogas. Ik heb ze hier bij me. Dit is Carla. Ja, er is echt publiek in Nederland. Daar is dit al meer dan genoeg voor, hoor. Kijk maar gewoon 2 keer 3 kwartier naar die wippende hondjes. En dit is Kenneth. Hup. Maar ja, die doet niks. Die is zwart. Ja, van nou, ho, 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 ho. Die koopt ze gewoon in dezelfde winkel, hoor. Het zit in een vergelijkbaar doosje, maar alsof het speelgoed het al weet. Er zijn nog steeds de hondjes, hè, van de nieuwe Misjogas. Die zijn al met de top van de LPF meegeweest naar zijn graf in Provenzano.
Die hebben nog op die tombe staan schijten. Ja, dat vond Mat Herbers een ontroerend beeld. Die schijt een hond op het graf van de grote roerganger. Ja, dat doen ze met je nieuwe mesjogas. Je erfenis besmeuren. Je bent onze Mao, Pim. De Mao van onze culturele revolutie. Maar denk je dat die domme boeren in het land dat begrepen hebben? Oh, gij nichtend pad. Nee, nee, geen revolutionairen, geen producenten, maar volgelingen en consumenten. Kom, Kenneth, kom, Carla, we moeten naar kantoor. Ed Maas aflikken. Maarten F, kijk die nog? Maarten F. Zo'n tijdje volgens mij weer terug naar de inrichting, maar Maarten F. Ik heb wel, die Hansen toen naar die inrichting, die werd in één keer voor vol aangezien. Maarten F, een beetje een domme kop zat erop. Maar die zei over die hondjes, dat zijn geen hondjes, dat zijn aanschieren. Die hondjes die erven dus meer dan de broers van Pim, hè? Dat zijn de groot aandeelhouders van de Kenneth en Carla Fortuyn Foundation. U denkt volgens mij echt dat ik die allemaal verzin vanavond, of niet? Oké, Zwolle, Pim leeft nog. Kom op, man, die scheidbeest hoeft echt nooit meer te werken. Het zou een fantastisch motief zijn geweest, hè, voor een dierenliefhebber als Van de G. Dat hij het voornamelijk voor de hondjes heeft gedaan. Maar het was ook in alles een tegenpool van Fortuyn, hè, Van de G. Voor zijn hondjes, niet op zijn hondjes. Ja, het zit vol met leuke grappen van vanavond. Maar ze moeten nu wel opvallen. Ik hoop echt dat u mij een beetje volgt, hè, vanavond. Ik hoop dat u mij volgt zoals u hem heeft proberen te volgen. Ook al heeft dat in zijn geval niet echt lang kunnen duren. Loser. Nee, maar ik snap het al. Ik snap het wel, hoor, dat u moeite met mij heeft zoals u misschien ook moeite had met Pim. Ik ben eigenlijk heel erg vergelijkbaar met Pim, hè. Pim en ik, we zijn eigenlijk gewoon eigenlijk hetzelfde, hè. We zijn eigenlijk gewoon te groot voor het land. Jawel, we zijn te visionair in ons denken. Wel, wat met mensen volgen dat niet altijd, hoor. Dit is namelijk geen volk van revolutionairen. Nee, wij zijn een volk van schilders. Hier hangt de beweging aan de muur. Ik voel echt dat u mij gaat volgen vanavond. Er gaat echt iets, zo'n sittering door de zaal van ja, maar waarom? Ik hoop echt dat u mij volgt, hoor. Wilfried! Ja, waar blijf je nou? Vriend. Laat me eens even goed bekijken. Dat je nog leeft. Verdomme, je bent oud geworden, Wilkom. Gelijk weer zo'n klap, weet je wel. Volgende week een uitgebreide terugblik op de carrière van Waardenberg en de Jong. Je bent een lieve jongen. Ja, haas. Geef jij papa maar een zoentje, hè? Geef jij je papa maar... Ja. Jol Hul, wat betekent Jol Hul? Ja, dat betekent zoenen, hè? Achter toch? Ja, ja. Zoenen. Ja, Waardenburg gaat weer... Wacht even, hoor, stop. Ja, oh. Maat, jij nog, Maat? Ja, nou, lekker hoor. Ja, goed hoor. Je zoende echt. Ja, jij zoent. Nou, heb ik een hoop gezoend, Son, maar dit is echt een ramp. Nee, dat... Nee, ik geef toe, het was niet echt lekker, maar voor zometeen toch. Lekker, ik schrok er zo van. Lekker zoenen. Lekker slapen en morgen gezond.